En toen heb ik iets gedaan waar ik gewoon een beetje onzeker over ben of zo. En ik wil dat aan jullie vragen. Snappen jullie mij of niet? Ik heb midden in de nacht. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Vlog 21 als ik het goed heb. En wat was dit een heerlijk begin van de dag. Ik ben in een hotel in Arnhem, om precies te zijn. Ik slaap een paar nachten niet thuis. In een vorige vlog kunnen jullie zien waarom dat was. Dat is hier te zien. En ik dacht, misschien is het wel even leuk om een tour door deze kamer te geven. Gaan we. Het is, om precies te zijn, kamer nummer 341. En kijk, prima bedje. Heerlijk opgeslapen. Dan lopen we een stukje door. En dan zie je een bureautje waar ik straks deze vlog ga editen. Want ja, je moet je dagen toch doorkomen. Prima kledingkast. Niet dat ik er gebruik van maak, maar het is er gewoon. En hier om de hoek zien we dan nog een soort van keukentje. Ja, ik word hier ontzettend blij van. En wat te denken van de badkamer. Even kijken hoor. Badkamertje. Kijk, wc'tje. Rain shower. Helemaal op en top. Maar dit was niet mijn kamer. Ik had namelijk kamer nummer 526. Dit ligt goed. Dan moet het licht wel goed zijn. Kijk. Dat is denk ik beter, hè? En ik hoor jullie denken, waarom zit je dan nu niet in kamer 526? Wat een mysterie. Nou, dat zit zo. Het gordijn hangt in de weg. Ik was hier gisteren al. Ik checkte in. Ik liep door de gangen van de vijfde verdieping. Naar kamer 526. En daar aangekomen hoorde ik een lage brom. Nou ben ik overgevoelig voor geluidjes. Mensen die mij al jaren volgen weten dat. Een lichte vorm van misofonie zou je het kunnen noemen. En ik dacht, zou ik meteen rechtsomkeer maken om een andere kamer te vragen? Staat misschien ook niet zo chic. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga naar binnen. En binnen in mijn kamer, ja, vond ik het wel meevallen. Dus, na me omgekleed te hebben, ging ik naar Musis Sacrum in Arnhem, waar wij optraden. Een fantastische show was het, dank je wel mensen hier in Arnhem, jullie waren geweldig. En bij terugkomst in het hotel, ging ik naar mijn kamer en dacht ik heerlijk te gaan slapen. Omdat ik gevoelig ben voor geluidjes, heb ik altijd mijn oordoppen bij me. Maar zelfs oordoppen zijn tegen bepaalde geluidsfrequenties niet bestand. Dus met oordoppen in bleef ik een hele lage, terugkerende, irritante brom horen. En daar ga je dan op focussen en dan kun je niet slapen. En dat voelt dan zo frustrerend, want eerlijk is eerlijk, ik denk dan natuurlijk ook als ik niet thuis slaap van, kan ik wat uurtjes pakken thuis? Ja, we hebben een vers geperst kind, Joa, die slaapt gewoon nog niet door. En Annemarie, die neemt de nachtvoedingen op zich, dus ik mag helemaal niet klagen. Maar ja, je wordt ook wel wakker, dus ik had zo'n zin in niet onderbroken nachten. En toen heb ik iets gedaan waar ik gewoon een beetje onzeker over ben of zo. En ik wil dat aan jullie vragen. Snappen jullie mij of niet? Ik heb midden in de nacht de receptie gebeld en gevraagd om een nieuwe kamer. En dat voelt toch raar of zo. En ook omdat je weet dat ze je kennen. Dus komt dat dan over als diva-gedrag? Wat is eigenlijk een mannelijke versie van diva? Voor de triviant. Ik denk mannelijke diva. Ik heb de Annemarie nog even, s'nachts, die was wakker. Dat zal met Joa te maken hebben. En die appte dit terug. Die stond er niet van te kijken. Ik doe dat inderdaad wel vaker als ik niet kan slapen. Ja, ik kom hier om te slapen. Dus ik wil dan ook slapen. Maar gelukkig was daar Karim.
Die hielp mij om 1:30 vannacht aan een nieuwe kamer. Kamer 341. En oh, wat ben ik dan blij dat ik toch aan mijn nachtrust toe ben gekomen. Dus dat is eigenlijk een soort van moraal van het verhaal. Of de vraag van het verhaal van deze video is, ben ik een diva? Daar komt het eigenlijk op neer. Ik wilde dit gewoon even met jullie delen. Heb ik ook iets te doen vandaag? Want overdag is het natuurlijk rustig op zo'n toerdag. Ik ga vanmiddag naar Nijmegen. Daar spelen we in het Concertgebouw of Schouwburg of iets. Het heet de Vereniging, met dubbel E, Vereniging. Zin in. En dan kan ik overdag nu hier aan dit bureautje deze vlog weer editen. Zo komt alles bij elkaar. Dan kan ik ook nu meteen vragen, like de video als je het misschien met me eens bent. Abonneer jezelf, want we gaan door de grens van 25.000 abonnees bijna. En daar kun jij voor zorgen. En dan wil ik nog even eraan toevoegen dat dit hotel is niks mis mee. Want ik mag hier tot later blijven. Ik heb een late check-out, zoals dat heet. De kamer, hebben jullie gezien, is fantastisch. Ze hebben me geholpen aan een nieuwe kamer 's nachts. Dus niks ten nadele van dit hotel. Het ligt gewoon aan mij. Dat is de conclusie. En dan kan ik alleen maar zeggen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende vlog. Doei.